orgel van de Joriskerk in Amersfoort staat volop in de stijgers. Het monumentale Naberorgel krijgt een forse facelift. Pas de derde sinds de oplevering in 1845. Van een afstandje lijkt de Naber er nog netjes bij te staan. Maar schijn bedriegt. De orgelkas vertoont overal scheuren, barsten en kieren. Het herstel vraagt specialistische kennis. Schilders en restaurateurs moeten zich soms in de meest vreemde bochten wringen om de gekste hoekjes te bereiken. Schildersbedrijf De Jong uit Waardenburg draait er zijn hand niet voor om. Het orgel van de Joris is het 110e instrument op rij dat onder handen wordt genomen. De orgelpijpen, het binnenwerk, de speeltafel, de registers worden allemaal zorgvuldig afgedekt of verwijderd. Panelen uit het orgel zijn stuk voor stuk losgehaald. Netjes genummerd om ze straks precies weer op de goede plek te kunnen terugzetten. Het snijwerk van het orgel krijgt een speciale behandeling met 23 karaats bladgoud. Een bijzondere plaats op het orgel nemen de twee engelen op de pedaaltorens in. Beide engelen krijgen een beurt, van top tot teen. Bovendien worden ze opnieuw vastgezet, met ijzeren stangen in plaats van houten latten. De Naber krijgt tegelijk ook een ander kleurtje. De koude blauw-wittige kleur maakt plaats voor een warme ivoorkleur. Binnenkort moet het orgel van de Joris weer in volle glorie klinken.